Mike Teunissen, brons voor Nederland. Denk voor jullie zelf, ja, eigenlijk een heel goede koers gereden. Ja, ik denk het eigenlijk ook wel. We doen eigenlijk alles goed. Laporte wel sterk, maar normaal gesproken, als je daar met 8 man achter blijft rijden, dan pak je hem wel terug. Maar hij had minder wind dan wij, zullen we maar zeggen. En nou ja, goed, jullie zitten daar echt met kleppers achter. Waarom is het dan zo lastig om hem terug te halen? Ja, omdat hij hard rijdt. En wat ik zeg, een beetje minder wind dan wij. Dus ik denk, ja, wat ik zeg, we doen alles goed op de rij. Gewoon met 8 man volle bak. Dus dan, of dan moet je zeggen dat Christophe gewoon de sterkste is. Dat kunnen we misschien beter zeggen. En met die minder wind bedoel je dan de motards die daarvoor rijden? Ja, dat lijkt me evident. Maar wat ik zeg, laten we maar behouden dat Christophe gewoon, ondanks dat ook enorm sterk was. Want in principe zie je wel dat ze altijd wat stilvallen op die laatste klim. Maar je ziet gewoon nog een keer in gang, zei Olaf. Dus heel sterk van hem. En Proficiat ook. En voor de rest denk ik, ja, dat we onszelf niet veel kunnen verwijten. Koos zei me vanochtend, we gaan niet de koers maken, we gaan niet aanvallen. En toen zag ik in één keer Mike Teunissen gaan aanvallen. Ja, was voor de tv. Kijk, op een gegeven moment missen we een paar mannen. En dan moet je ook een beetje, kijk, als we dan wachten en je zit in één keer ingesloten en dan rij je 10 man weg. Ja, dan kun je achteraan gaan rijden. Dus ik dacht, nou ja, het was een moment dat het misschien kon gebeuren. Ik denk, dan zal ik maar zelf gaan. Dan, als we dan weg rijden, zit ik in ieder geval mee. Maar ik heb eigenlijk ook nooit doorgezet. Totdat op het einde natuurlijk met Olaf erbij. Dan, toen was het volle bak. Want jij zelf zat hier op de laatste doorkomst in de laatste wiel. Je zat hier een beetje om je heen te kijken. Nee, die is eigenlijk nog wel heel goed. Ja, nee, het ging wel goed. En we werden eigenlijk een beetje verrast dat Laporte eigenlijk in één keer weg was. Maar in principe, we wilden gaan sprinten met Olaf. En ja, met zeg maar nog 2 Belgen en 2 Denen erbij, dacht ik dat het allemaal onder controle was. Maar we hebben ons verkeken op Christophe. Dan pakt Olaf uiteindelijk nog brons. Inderdaad een super ferme sprint van Wout en Olaf in zijn wiel. Die komen op het wiel bij Laporte. En die heeft dan nog één keer ineens wat. Waar haal je dat dan nog vandaan? Ja, ik zie die op de beelden. Ja, ja, echt knap. Echt wel waarschijnlijk ook wel de beste man in koers. Dus chapeau. Volgende afspraak voor jou? Donderdag van Compelsje. Succes. Yes, dankjewel.